heel Nederland. En daarom is het ook zo goed en zo belangrijk dat wij een vuist maken. Een gezamenlijk front maken tegen deze plannen. En ik ben er ontzettend blij mee dat we dat vandaag vol samen doen met de Partij van de Arbeid. En gesteund door de vakbonden, de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad. Ik ben blij met zoveel bondgenoten die het allemaal volmondig voor jullie opnemen. Ook de protestantse kerk in Nederland hebben mij laten weten dat ze vol achter deze actie staan. Dus, absoluut. Dus beste Job, beste Agnes, beste Ad, ik weet het zeker. Als wij samen doorgaan, als wij samen met alle mensen hier in de zaal en in het land, onze achterbannen, als we samen willen dat deze plannen van tafel gaan, dan gebeurt dat ook. Tegen Verhagen en alle andere CDA'ers zou ik willen zeggen: vergeet uw eigen christelijke waarden niet. U mag dat schild van solidariteit niet wegdoen. Luister naar Nederland, maar luister ook naar uw eigen achterban. Er zijn niet voor niets veel ongeruste CDA'ers. Laat de mensen met een arbeidsbeperking, de jonge gehandicapten en mensen in de bijstand niet barsten. Maxime, waar blijft uw sociale gezicht? Tegen Wilders zou ik willen zeggen: hoe kan het dat je zoveel verkiezingsbeloften in enkele weken tijd breekt? Waar haal je het vandaan om mensen in de sociale werkvoorziening en al die andere mensen die je geloofde toen je zei: bij ons is de sociale zekerheid in goede handen, zo te bedriegen? Hoe kun je hen nog recht in het gezicht aankijken als je hen nu laat barsten? Stop met deze plannen. En dan premier Rutte, die premier wil zijn van alle Nederlanders. Deze plannen voor armoede en werkloosheid zijn een premier onwaardig. Ga staan voor juist deze mensen die zoveel zinvol werk doen of graag willen doen. Jaag deze mensen de armoede niet in, want armoede werkt.